Goeiedag kijkers, welkom bij onze nieuwe aflevering van ons TV-programma Zeg het maar. Van mijn kant uit, alsnog de beste wensen voor het jaar 2020. Laten wij bidden dat we alle negatieve zaken achterlaten in het jaar 2020 en met een fresh start beginnen in het jaar 2021. Vandaag in de huiskamer, een radio, televisiepresentator, een solo stand-up comedian, een cabaret en natuurlijk onze eigen su-getalenteerde meneer Clifton Brown. Welkom, meneer Clifton. Dankjewel om vandaag aanwezig te zijn. Yes. De meneer die eigenlijk heel moeilijk is te bereiken, maar we hebben u bereikt. Ja, maar we hebben u bereikt. Okay. Dankjewel. We weten allemaal wat u doet in het dagelijks leven. U bent geen onbekende binnen onze samenleving. Mm-hmm. Maar we willen eerst weten, wie is meneer Clifton Brown? Clifton Brown, een beetje duizendpoot. Toevallig ben ik 2 dagen terug bezig geweest om een cv te maken voor iemand. En mijn cv telt al zoveel pagina's. Maar ik moest dat deel zoeken dat nodig was voor dat moment. Want je kan je cv maken met betrekking tot wat je moet gaan doen. Ik heb een acteur cv, ik heb een cv op cultureel gebied, ik heb een cv, noem maar op. Ik ben een beetje een duizendpoot. Rustige kerel, opa tegenwoordig. De beste job die er is hoor, is om opa te zijn. Radio, tv persoon, theater persoon, een beetje een echte Surinamer, laat me het zo zeggen. Surinamer. Een echte Surinamer. Die altijd gaat naar where life brings us. Ja. Ik kan niet stilzitten, ik hou ervan om bezig te zijn. En waar de uitdagingen zijn, daar ben ik. Mm-hmm. Ja. Oké, en waar en wanneer is meneer Clifton Brown geboren? Ik ben geboren op vrijdag 26 januari 1968 om 3:30 in S Lands Hospitaal. Okay. En ik was de 12e baby van die avond, die dag. Weet je, en geloof het of niet, ik was nummer 12 en ik was de enige jong. Ik lag tussen 11 meisjes. That's why you're always being built. Namens, oké. Okay. En zou je een beetje kunnen vertellen over de jeugdjaren? Mijn jeugdjaren, spannend. Broers, zusters? Ja, het gezin bestaat uit 7. Ja, 7 kinderen, waarvan ik dus nummer 6 ben. Maar ik heb mijn jeugd meer doorgebracht met mijn grootouders. En je weet hoe het vroeger toe ging, en dan wonen ze daar en dan verhuizen ze naar daar. Dus ik was dan ook natuurlijk overal, gewoon omdat ik een lieveling was van mijn grootouders. Daarna op jonge leeftijd naar Nederland vertrokken. En ik heb in Nederland gewoond een jaar of 5, 6. En ik kwam toen met vakantie terug. Met vakantie. Maar ik vond het zo bijzonder in Suriname, weet je. Want dan ontmoet je weer je moeder, want ik woonde toen in Nederland niet met mijn moeder. Ik ging met mijn peettante mee naar Nederland. Mm-hmm. En toen ik dus op vakantie kwam, toen zag ik de anderen weer en het was zo leuk. En ik heb toen gezegd, ik ga niet meer terug naar Nederland. Mm-hmm. En ik ben toen gebleven. Mm, ja. Okay. En daarna een beetje overal, Kwata, ik heb jaren Kwata gewoond. Kommewijnen heb ik gewoond. Ja, overal een beetje. Een echte Surinamer. Trotse, geboren, getogen Surinamer. Ja. Oké. En als we praten over jeugdjaren, hebben we het altijd over de leuke spelletjes die we meemaken en noem maar op. Kent u die spelletjes nog? Ja. Mijn favorite was Joule. Toch? Dat was gewoon mijn favorite. En ik was heel sterk. Ik was goed in zweven. Oké. Okay. En daarom zei men vaak als ik erbij was van zweef net tel. Toch? Dus dat mocht dan niet. Maar cool. Ik vond dat juist zo interessant. Joule, ik hield niet van, hoe heet dat andere weer? Schuiltje en dat soort dingen. Bakkertje. Dat soort dingen niet. Joule was mijn ding. Ik had ook zoiets met een band. En dan zet je 2 stokken erin, weet je, en zo met die band rondgaan en in zo'n band zit er dan zeepwater. Oh. Ja, dan glijden die stokken, die bamboestokken glijden dan makkelijker toch, om te kunnen rijden. Dat deed ik. En met een hoepel, vliegeren was ook mijn ding. Maar ik was meer iemand die te vinden was voor voetbal. Straatvoetbal, het maakt niet uit als het nou een geasfalteerde straat is of een straat met ollos of
anywhere voetbal. Mm-hmm. En voetbal met die steentjes als doelpunt? Of slippers? Als doel, ja. Of slippers. Of je haalt twee van die mangrasies. Snap je? Die twee grote mangrasies. Ja. En dan zet je dat dus ook als doel. Al dat soort dingen. Ja. Oh my god. Mm-hmm. Dat is echt een heel tijdperk terug. Mm-hmm. Echt waar. Oké. En heeft u ooit een idool gehad toen u opgroeide? Mijn vader. Mm-hmm. Hij is altijd mijn voorbeeld geweest. Omdat hij net zo druk is geweest, denk ik. En ik vond het altijd bijzonder dat hij zoveel dingen kon doen. Zich zo vrij kon maken om dat te doen. Televisie, radio, entertainment. Mm-hmm. You know? En dat vond ik interessant. Omdat ik bewonder mensen die jarenlang gewoon maar één ding kunnen doen. Ik zou dat niet kunnen. You know, ik hou ervan om, vandaag heb ik dit. En dan heb ik morgen dat. En in de middag heb ik iets anders. That's me. En daarom bewonderde ik mijn vader. Mm-hmm. Ja. Oké. En kunt u een beetje vertellen over uw schooljaren? Mijn schooljaren. Ik vind het altijd leuk om te zeggen dat mijn eerste school is geweest een meisjesschool. Huh? Ja, de Sint-Josef meisjesschool. Toch? En als de mensen zeggen, zoals je dat net hebt gedaan. Dan haast ik me om te zeggen van ja, maar daar was de kleuterafdeling. Oké, that's safe, oké. Toch? Yeah. De Pengelstraat, vroeger Wanikastraat, de Sint-Josef meisjesschool, had dus de kleuterafdeling. Mm-hmm. En toen ik naar de eerste klas moest, ben ik naar de overkant gegaan, want daar was de Sint-Josef jongensschool. Oké. Snap je? Ja. Dus de Sint-Josef jongensschool en toen naar Nederland, jaren in Nederland, toen kwam ik terug. De Sint-Clemensschool, Kwattaweg, de Wulfingsschool en dan de AMS. Ja, dat is het zo'n beetje. Amster. En bij Amster, trotse Amster. Want alle Amsters zijn trotse mensen. Ja. Dus dat heb ik gedaan, ja. Mm-hmm. En het is een hele leuke tijd geweest. Mm-hmm. Echt waar, als ik mijn schooljaar opnieuw kon doen, had ik het zo gedaan. Ja. Oké. Als we praten over Amst, kan ik me altijd herinneren dat Amst een van de leukste ontgroeningsmomenten heeft. Qua kleding en noem maar op. Kunt u een ontgroening nog herinneren? Ja, ik was groentjeskoning. Kan niet anders. Ik ben groentjeskoning geworden. En ik kan me wat nog herinneren. Wat moest je aandoen? Ja, ik kan me herinneren, we hadden een Oxelmouw t-shirt. Mm-hmm. Ik had een rode met een das. Een, hoe noem je dat, badmuts, no? Mm-hmm. Een badmuts. Van die kinderen of gewoon een normale? Nee, die hoodie. Die badmutsen toch, waarmee die dames zo... Oh, zwemmen, oké. Okay. Ja. Mm-hmm. Nee. Om je gaat baden douchen. Ermee. Ja. Oh my god, dat? Ja, oké. Okay. Dat. Rok. Twee verschillende lange sokken. Lange. En je gimpen. Oh my god. Toch? En dan had je zo'n bord. Mm-hmm. Toch? Gemaakt van, van een kartonnen doos, toch? Kartonnen bord. Ik ben vergeten wat erop staat. Dat groentje moet iets toch? En je nummer, something. Mm-hmm. Dus dat weet ik nog, maar ik vond het bijzonder. We hebben leuke dingen gedaan, zoals geld ophalen in de binnenstad voor Rode Kruis. Duiken in het fontein. Zwemmen in het fontein, ja. En dan de ontgroening in, hoe heet dat ook alweer, Palmetuin. Weet je wel, de ontgroenings... Nee, geen ontgroening, vergeldingsdag. Ja, dus dat was een leuke tijd. En ik weet nog, ik ben groentjeskoning geworden. Het was, we hadden ook in Theater Uniek, was er toen dan een talentendag van de groentjes. Mm-hmm. En volgens mij was daar een beetje doorslaggevend dat ik de zaak zou winnen. Oké. Ja. Oké. En meestal na de school gaan we altijd een stapje verder waar we moeten beginnen met werken en noem maar op. Kent u eerst de job nog? Ja, je weet vanuit de familie word je altijd gestuurd een bepaalde richting op, toch? Vele van de familie komen uit de rechterlijke macht, weet je. Dus men dacht ook van Clifton gaat ook die kant op. En, want dat was het een beetje aan het begin. Maar ik had altijd van jongs af aan, want daar is het begonnen, gevoel voor de radio. Ik wilde radio doen. Ik weet dat ik op de lagere school, de Clemensschool, deed ik Frits Stoluut en Rinaldo Brammelo, die toen de voetbalwedstrijden moesten uitzenden vanuit, toen heette het Suriname Stadion. Ik deed hun na. Ik vond dat bijzonder om een wedstrijd uit te zenden.
En toen zei ik van, dit ga ik doen. Wat er ook gebeurt, ik ga naar de radio. Dus toen was het voor mijn vader van, weet je het zeker, weet je, want hij zat al erin. Hij weet met hoeveel weerriddes je soms te maken hebt in de media. Van, wil je echt niet iets anders doen? Ik zeg, pa, ook al maak ik al mijn studies af, ook al word ik doctorandus, ik ga op de radio, ik ga radiowerk doen. En toen was het van, oké, do your thing. En ik heb toen in 1985 werd KBC opgericht. En ongeveer een jaar daarna ben ik aangenomen geworden bij KBC. Daar ben ik begonnen in 1986. Ja, en nog steeds of? Nee. Ik heb toen 10 jaar bij KBC gewerkt. Ik heb van alles een beetje gedaan. Tot de nieuwsdienst heb ik het geschopt. Omroepleider, noem maar op. Toen ben ik naar Nederland vertrokken voor studie. Een beetje de journalistieke kant opgegaan. En toen werd ik gebeld door de SRS. Dat er eigenlijk een post vrij kwam. Een vakante post. En dat was voor hoofdnieuwsdienst. En ik dacht, hoofdnieuwsdienst? Een beetje zwaar toch, hoofdnieuwsdienst. Weet je? Terwijl ik nog iemand was die van muziek houdt en van alles en nog wat leuke programma's maken. Maar ik zei, oké, ik kom het proberen. En ik werd toen coördinator nieuwsdienst eerst, later hoofdnieuwsdienst en later communicatiemanager. Ik was directielid. Dat heb ik gedaan tot 2010. En toen zou ik echt kappen met de radio, want ondertussen deed ik al zoveel andere dingen. Ik had intussen ook het bedrijf van mijn vader overgenomen, ons reclamebureau. En ik werd toen gebeld door Sky Radio om een ingevallen post daar ook te komen invullen. Toen heb ik gezegd, ik doe het voor een jaar. Uiteindelijk zijn het 5 jaren geworden. Ja, als ik iets doe, dan geef ik me echt ervoor. En in 2015 heb ik officieel de radio vaarwel moeten zeggen. Omdat toen mijn solo carrière als stand-up comedian in de lift kwam. En dan moet je keuzes maken van, je kunt niet zoveel dingen meer tegelijk. Heb ik alle andere dingen gelaten en me helemaal toegelegd op mijn stand-up carrière. Ja. Oké. Eenmaal je alle intro geeft daarop, waar begon het allemaal bij stand-up comedy? Oké, het is begonnen eigenlijk met gewoon theater, toneel. Mm-hmm. Ik ben volgens mij vanaf mijn negende jaar zit ik in de organisatie NAX. Daar heb ik theater geleerd. Het begon toen met de film Koesi Baka. Daarin heb ik mogen acteren. Dus toen kwam dat gevoel al om dat te doen, acteren. Maar het is zo gebleven. En ergens in de jaren 90, eind 80, begon ik met Lucien Friese en Glenn Huisden. zat ik in Oualadja. Dat was een bekende toneelgroep. Oualadja heeft onder andere gescoord met Akulip Chinanga Blakaboy, zeer bekend, meer dan 100 opvoeringen. Lucien en ik hebben toen opgericht Mixmax, toneelgroep Mixmax. En zo is het eigenlijk gaan groeien. Topprestaties met Mixmax, waaronder Scoot Ossocel 1, Watermolenstraat, noem maar op. In Mixmax had je ook toppers, zoals een laatst overleden Gerald Vierklauw, een Danielle Dorder, een Edwin Jeffrey. Dat waren de wensen van Mixmax. Vele tours naar Nederland. En in het jaar 2000, eigenlijk die overgang van 1999 naar 2000, had ATV een idee om het interessant te maken voor de mensen. Want millennium toch, van millennium moet een mooie avond worden. Ja. Om wat sketches te maken voor de tv. En toen hebben Lucien en ik, samen met Glenn, hebben wij dat gedaan. En het is zodanig in de smaak gevallen, we hebben volgens mij 5 gemaakt voor Oruyari, dat toen we tegen elkaar zeiden van, misschien moeten we dit gewoon doordoen. Hè? Dit lijkt me leuk voor de televisie sketches. En we zijn toen gaan zitten en plannen gemaakt. En we zijn in oktober 2000 begonnen met 1 en 1 is 3. En we hebben toen gezegd, maar we gaan dit gewoon 10 jaren strak doen. Daarna houdt het ook weer op. Je moet iets niet eindeloos doen tot het niet meer leuk is. En dat hebben we gedaan. 10 jaren lang, 1 en 1 is 3, tot 2000, van 2000 tot 2010. Toen zijn we gestopt met de tv-producties, maar we deden wel nog gewoon optredens, live optredens.
En ergens in 2014 begon dat ook een beetje af te nemen. We werden een beetje ouder. Snap je? Je denkt ook aan het overdragen. Je doet ook andere dingen wat je werk betreft. En toen hebben we gezegd, jongens, we gaan op een heel laag pitje draaien. Okay. En toen ging ik solo. En toen begon mijn solo carrière, zeg maar, met stand-up in 2014. En dat is dus nu nog gaande. Intussen heb ik al twee grote solo shows, welke ik heb gedaan in Nederland, in Suriname en op Aruba. Oké. Mm-hmm. Als we praten over Eneninistrie. Ja. Want het is iets dat iedereen kent en ik denk dat het qua generatie en generatie gewoon doorgaat. Ja, ik zie het tegenwoordig. Ja. Het gaat echt gewoon door. Mm-hmm. Als we praten, jullie zeggen 10 jaren lang. Is eigenlijk, kunnen we zeggen, 10 jaren lang aan vriendschap ook en langer zelfs. Ja, langere vriendschap. Omdat ja. Lucien bijvoorbeeld ken ik vanaf ik mijn intrede deed binnen NAX. Ja. Lucien was een vriend van mijn vader. Mm-hmm. Het was toen oom Lucien. Ja. Ja. Glenn, ook uit NAX. Glenn zat ook in NAX, Set Dance enzovoort. Dus daar begon het eigenlijk. Maar die intense vriendschap was natuurlijk met 1 en 1 is 3. Mm-hmm. We zaten natuurlijk eerst ook in Oualaja en in Mixmax. Maar echt, like Blood Brothers, was 1 en 1 is 3. En dat is zo gebleven tot de dag van vandaag. Mm-hmm. We hebben wekelijks zeker 2-3 keer contact met elkaar, ontmoeten elkaar. Een Lafu, een Tori hier en daar. Dus dat is zo gebleven. Waarom ik het eigenlijk aanhaal, heden mm-hmm. ten dagen zie je zoveel leuke vriendschappen zie je uit elkaar gaan. Die vriendschap wat je eigenlijk vroeger hebt, waarbij, ik zie het ook bij mijn ouders, mm-hmm. dat er vriendschap is dat al zoveel jaren bestaat vanaf de schoolbanken. Maar tegenwoordig zie je dat niet. Of nee. Die heeft wat over je gezegd en direct van, ik wil niet meer met je praten. Ja. Wat is eigenlijk zo belangrijk voor ons als jongeren mee te nemen om ons vriendschap te blijven behouden? Eigenlijk moet je de ander accepteren zoals mm-hmm. de ander is. We moeten niet proberen mensen te maken of te willen laten zijn zoals wij zijn. Ja. Toch? Ik ben geaccepteerd zoals ik ben. Lucien is geaccepteerd zoals hij is en Glenn ook. Iedereen met zijn eigen tekortkomingen, maar vooral iedereen met zijn eigen mooie dingen. Dat maakt het. En ik zou zeggen wat mij betreft met vriendschap. Ik heb met zoveel mensen vriendschappen, maar het verschilt. Toch? Ja. Niet omdat je me vandaag iets hebt gedaan op een bepaald vlak, betekent dat die vriendschap ophoudt te bestaan. Op dat vlak zullen we geen zaken meer doen. Ja. Maar ik heb nog meer aan je en jij omgekeerd ook aan mij. Dan gaan we gewoon door. Dus ik denk dat vandaag de dag ook social media een belangrijke rol daarin speelt. Jammer. Hoor, waardoor mensen gauw geneigd zijn naar andere dingen te vluchten en andere dingen te doen. En dan praten we minder met elkaar, toch? En dan wanneer ik bedoel praten, niet appen, toch? Of sms'en. Dat is niet praten met elkaar. Mm-mm. Omdat dingen ook anders zullen overkomen als je een bericht leest, terwijl als ik het gewoon vertel in person. Dus ik denk dat we daaraan moeten gaan werken, toch? Dat we elkaar vaker moeten spreken one-on-one dan met elkaar appen. Ja. Ik zie dat mensen zelf relaties beginnen via de app. Hoe doe je dat? Het is toch niet echt? Je moet de persoon in de ogen kunnen aankijken en zeggen van ik wil of ik wil niet. Ja. Snap je? Dus ik denk dat het daaraan ligt. Wij hebben een bijzondere band omdat we gewoon bij elkaar komen. En denk niet dat er geen ruzies waren hoor. Of zijn? Tuurlijk. Tuurlijk zijn er ruzies, maar het zijn ruzies. Het zijn meningsverschillen. Ja. En we mogen meningsverschillen hebben, want we hebben allemaal een bepaald doel. Maar de een wil het zo, de ander wil het zo. Maar we willen allemaal naar een bepaald doel. Dan moeten we water in de wijn doen waar we water in de wijn kunnen doen. Ja. En respect. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ik ben de jongste en dat respect is er. Anyhow, hoe dan ook. Als ik merk van, hey, maar ik weet dat ik gelijk heb. Ik weet het 100% van dit moet zo. Maar dan is het van, oké. Vanwege dat respect dat je toch hebt voor de ander die ouder is naar je. En later, dan zullen ze wel zien van, je hebt gelijk. Toch luisteren. Maar voor dat moment, toch geen. Dan laat je gaan. Ja. Oké. En van waar komen de ideeën eigenlijk, als we praten dan over stand-up comedy, van waar komen de ideeën eigenlijk vandaan? De straat. Mm-hmm. Gewoon, zoals ik nu met jou zit, kan er zoveel hieruit ontstaan. Het verschil tussen stand-up en want dat doet men nog al te vaak, men denkt je bent een grappenmaker. Nee, of een moppetapper. Een moppetapper is someone else, die kan moppen maken. Ja. Vertellen over anderen. Stand-up is over jezelf. Alles vanuit jouw bril, vanuit jouw ogen, dingen die je gewoon
in de sociaal-maatschappelijke wereld meemaakt. Klopt. Maar het is de manier hoe je het brengt. Het is een beetje saus welke je eraan geeft. En stand-up is ook niet dat je bij een stand-up show continu moet lachen. Omdat we je zeer belangrijke sociaal-maatschappelijke onderwerpen bespreken. Die een eye-opener moeten zijn voor de actoren welke je bespreekt. Ja. Toch? Dan is het niet altijd grappig. Maar het wordt wel met een sausje gebracht dat men gaat zeggen van... Hey, hierover moet ik wel gaan nadenken. Ja, hij heeft gelijk. Ja. Toch? Dus dat is het mooie. Dus mijn manager in Nederland heeft met een keer heel mooi gezegd... Clifton, de grap ligt op straat. Als je in je huis blijft, krijg je geen ingevingen. Krijg je geen inspiratie om te schrijven. Ga op straat. Ga socializen. Ga met mensen bemoeien. Ga onder mensen. Toch? Elke laag. Maakt niet uit. Daar zit die grap. Daar ga je ze vinden. Mm-hmm. Ja, soms is er iets van een minuutje dat je hebt gehoord. Maar jij maakt het tot een dusdanig iets van 10 minuten lang. Ja. Snap je? Dus het ligt op straat. Oké. En als we praten over comedy in a general en noem maar op. Mm-hmm. Dan hebben we het soms over meningsverschillen en natuurlijk iets dat soms iemand kan pijnigen. Ja. Dan heb ik het soms over politieke grappen die soms mm-hmm. worden gemaakt. Mm-hmm. Heeft u ooit daarmee te kampen gehad dat u soms echt meningen hebt gehad van het publiek uit? Ja, dat noemen we dan weer satire. Hè? Ja. Ik weet dat mijn vader, en dat zeg ik, daarom is hij ook mijn grote voorbeeld geweest. Hij is de eerste Surinamer geweest, moppetapper, die echt satire kon maken. Mm-hmm. Toch? Met zijn programma Sataranet Sosu nam hij elke zaterdagavond politici op de korrel. Mm-hmm. Maar het belangrijke is daarbij dat je moet weten waar die grens zit. Je moet nog net tegen wat niet mag aanleunen. Yeah. Nog net niet. En dat vereist toch wel intelligentie. Mm-hmm. Ik heb niet zo lang terug een comment gegeven. Op FB, waarbij iemand een vergelijking maakte met grappenmakers en comedianten. En in één regel doorschreef en leeghoofde. En dat is niet waar. Mm. Om comedy te doen, moet je een bepaalde mate van intelligentie hebben. Je moet kunnen praten over sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Anders dan hoe dan? Een grap heeft een sense of humor nodig. Ik snap dus dat mensen dat nog denken. Mm. Maar goed. Ik heb er niet al zodanig mee te maken gehad. Ik weet nog, de vorige president. Ik had mijn show in Thalia. En ik weet nog dat een heleboel van zijn, hoe zeg je dat? Van het kabinet toen mm-hmm. aanwezig zouden zijn. Dat vond ik zo mooi, daarom vertel ik het. En ik wist dus dat ze in de zaal zaten. Ook ministers toen van dat kabinet. En iedereen maar aan het lachen. Ik maakte grappen over de president. Maar... You know, binnen de perken. We gaan mensen niet beledigen. Dat gaan we niet doen. Maar we gaan grappen maken over dingen die jij eigenlijk naar voren hebt gebracht. Ja. Dus wat ik vertel is niet dat ik het heb verzonnen. Het is wat jij hebt gezegd. Geef ik een bepaalde draai. En de volgende dag belde een van de medewerkers. Van, hey Cliff boy, I man, hey, ik hier mee. Hey, wachtie, Akil deja. Akil, dus de president. En ik hoor hem nog zeggen van, Cliff. Mier, ik heb het gehoord. Mooi man. Mm-hmm. Kijk, we moeten in Suriname ook leren verdragen. Ja. Toch? Niet iedereen verdragen. En dat is jammer. But that's it. Met een grap kun je soms mensen aan het denken zetten. Met een grap kun je mensen in beweging krijgen. Dus wij gaan er altijd zijn. Maar we moeten niet beledigen. We moeten niet op de man spelen. Maar we moeten op de bal spelen. Klopt. Ja. Heeft u een schrijfstijl? Ja, en dat is heel moeilijk gegaan hoor. Want kijk, binnen 1 en 1 is 3 was Lucien eigenlijk de schrijver. Mm-hmm. En ik was eigenlijk de persoon die dan ging redigeren en een beetje de zaak ging herschrijven en hier en daar saus ervoor plaatsen. You know, Lucien zei altijd, Cliff, ik heb iets, kleur en gimme. Mm-hmm. Weet je? En toen ik solo ging, moest ik gaan schrijven. Kijk, je hebt alles hier, maar hoe zet je het op papier? Gelukkig heb ik een topregisseur
die me dat heeft aangeleerd, weet je. En mijn manier van schrijven is eigenlijk ik moet ook onder een bepaalde druk schrijven. Ik zou je zeggen, voor beide shows die ik tot nu toe heb gedaan, waren sommige shows al uitverkocht, maar ik had het script nog niet af. Maar het zit hier. Ik weet precies wat het gaat worden, maar het is nog niet op papier. Ik moet onder een bepaalde druk werken en dan ga ik schrijven en ik schrijf altijd. Het is makkelijk vanuit mijn eigen ervaring. Mm-hmm. Wat ik meemaak, hoe ik het zie, hoe ik. En dat is hem een beetje. Toch? En het moet die touch hebben. Iedereen moet zich erin kunnen terugvinden. Everyone. Toch? Dus ook in mijn taalgebruik. Iedereen moet zich erin kunnen terugvinden. Heeft u een bepaalde tijd om zich voor te bereiden of zegt u van na? Nee. Ik bereid me goed voor. Mm-hmm. Het is zeer belangrijk. Voor elke show ben ik al een hele poos draai ik die show in mijn hoofd. Echt waar. Ik ga ermee naar bed, ik sta ermee op, ik ben met iets anders bezig. Maar ik ben constant ermee bezig. En dan is het belangrijk, vooral wanneer het een nieuwe show is, dan is het belangrijk dat je gaat rehearsen. Mensen onderschatten oefening. Mm-hmm. Maar oefening is zeer belangrijk. En niks is zo zwaar om in je eentje te oefenen voor een solo show. Kijk, een toneelgroep. It's something else. Maar alleen voor de spiegel staan, toch? Omdat bij stand-up comedy is mimiek ook zeer belangrijk, toch? Van hoe komt dit over? Waar moet die grap vallen? Want die grap moet ergens vallen, want je kunt die grap hebben, maar hij valt niet goed. Dus oefening, ik bereid me ontzettend goed voor. Ik heb een sterk management. En die coachen je ook, die blijven me coachen en je hebt momenten dat ik met mijn regisseur zit en die kijkt naar me en zegt van, weet je wat, pak in, vandaag lukt niet. Nee. Laat een biertje pakken hoor, vandaag heb ik niks aan je. Maar dat kan, maar een andere dag dan gaan we wel keihard er tegenaan, weet je, dus oefening is zeer belangrijk. Oké. En eigenlijk, als mensen zeggen van ik ben solo stand-up comedian of noem maar op. Als u dat zegt tegen mensen, hoe reageren mensen? Dat ik, eigenlijk hoef ik het niet te zeggen, ze weten het. Dat was zo, maar in het begin, ik heb het over het begin. Dus wanneer ik zeg dat ik comedian ben. Zoals heeft men een bepaald mimiek aan uw gezicht? Ja, ik weet niet, ik heb er nooit op gelet. Ik weet het niet hoor. Omdat volgens mij iedereen je kent en weet wat je doet. Mm-hmm. Dus ik heb nooit erop gelet dat mensen, hoe ze reageren als ik zeg wat ik doe. Yeah. Nee, ik heb er niet op. Ik ga er nu op letten. Oké. En heeft u ooit iets waarvan u zegt van dit ga ik blijven herinneren tijdens uw opbouw van uw carrière? Eigenlijk de dood van mijn vader eigenlijk. Het was net het moment dat ik eigenlijk... Die piek. Ja. En hij kwam weg te vallen. Weet je, dat doet wel wat. Maar kort daarvoor heeft hij een dag mij gewoon verrast. We konden elke zaterdag, was onze vaste dag. Dan zaten we op het balkon en dan konden we babbelen over de week. Mm-hmm. Politiek, noem maar op. En vooral de dingen die ik had gedaan op de radio of shows, noem maar op. En als er iets was, dan kon hij me altijd aanspreken van, hé, maar ik heb dat gehoord, in het verleden heb je dit gezegd. Maar op een dagje kwam hij met een doos en daarin zaten alleen maar krantenknipsels over mij. Dat hij al die tijd had bewaard. Oho. Ja, weet je, en dat doet wel wat van. Mm. Dus al die tijd was je echt trots. Maar je liet het niet merken. Yeah. Weet je, en dat hij dan kort voor de piek eigenlijk van solo shows kwam te overlijden, dat blijft je bij. Maar ik heb hem de plek gegeven, omdat in mijn eerste show, dat heet de eerste keer, heb ik een hele heb ik heel veel minuten aan hem gewijd. Hoe onze relatie is geweest en wat hij voor mij heeft betekend. En ik weet dat in die show er echt een moment kwam van, het is een comedy show, maar er kwam echt een moment van en dat voelde goed aan. Dat zijn ook mooie dingen voor theater, om iedereen het punt van zijn stoel te krijgen. Iedereen. En dan ga je ineens weer vlammen, weet je, met belichting en alles en dan gaan we vrolijk verder. Dus dat gaat me altijd bijblijven. Ja. Oké.
En heeft u ooit zo'n moment gehad waarbij u dacht in uw hoofd van, dit is echt mijn beste joke, maar gewoon lacht het publiek niet? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik ga je vertellen. Ik heb is het like, de show. Hard. Ja, ja, de show Twee Landen, Één Liefde. En dan toer je door heel Nederland. Mm-hmm. 40 shows, 40 ja. verschillende theaters. En dan kom je ergens aan, toch? Het was een racewijk. En je bent dan bezig en je ziet iedereen zo zitten. Terwijl je gisteravond ergens anders een show hebt gedaan, iedereen ging los. En dan zie je de mensen. En denk je van, wacht even, niks fout. Maar je moet doorgaan. Ja. Pauze komt mijn belichtingsman en geluidsman naar me toe. Weet je, een Nederlandse vent. En die zegt van, Clifton, ik heb met je te doen, man. Die gasten, ze reageren niet. Ik zeg, nee, ze reageren wel. Jij zit achterin, dus je ziet hun niet van voren. Ja. Ik zeg, ik zie ze wel. Ik zeg, maar we gaan door. Aan het einde van de show ben ik volgens mij van alle shows, want dan blijf je altijd even nog met de mensen napraten, ben ik het langst daar gebleven. Ik moest bij iedereen van, maar hoe kom je daarop? En dit vonden we super. Maar het is hun manier van ja. uiten. Het is hun manier van genieten. Niet iedereen geniet. Sommige mensen genieten stilletjes en nemen de grap goed tot zich. Omdat ik maak ook geen shows met grappen die, gewone grappen. Ik hou van intelligente grappen. Ja. Grappen waarover je moet gaan nadenken. Grappen waarbij ik hem nu geef. En dan hoor je het gelach langzaam opkomen, omdat het kwartje niet meteen bij iedereen valt. Ja. En dat was het publiek dat ik daar had die dag. Ik dacht van, doe ik iets verkeerds? Maar je moet die show, je moet spelen. Show must go on. Ja, en later blijkt van, nee, zij hebben genoten, ze vonden het zo goed en waren geïnteresseerd hoe je daarop komt. En dat zijn de verschillen soms. Ja. Ja. Oké. Okay. En als we praten over podium en dan hebben we het over echt daar staan met jouw grappen en noem maar op. Heeft u ooit een moment gehad waar je gewoon stil stond? I just don't know my next line. Ja, ja, ja. Just froze. Ja, ja, ja. Heb ik gehad. En later is gebleken dat ik bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, iets dat als vierde moest komen, als eerste heb gebruikt. En iets dat als twee moet komen, ik bij zes. Ik heb dat heel ding in elkaar geschopt, maar gelukkig, dat weet jij alleen. En dat weet je regisseur natuurlijk ook, en noem maar op. En je belichtingsman, die zit dan van, oh jee, wat moet er nu gebeuren? Want straks moet het oranje worden. En hij geeft nu die grap over groen. En alles is automatisch al ingesteld. Dat gebeurt soms. Maar niet al te vaak gebeurt er, maar ook heel snel hersteld. Maar zodanig gebeurt dat ik het alleen door heb. Ik alleen heb het door van, oh jee, wat nu? Eigenlijk, waar ben ik? Ja, dat kan. Dat kan. Dat klopt inderdaad, ja. Oké. We praten over, hoe doe je de talent? Dat is natuurlijk het stukje acteren. Ja. En waar begon het allemaal? Acteren? Met Ko Isibaka. Toch? Dat de was film. Uw eerste film? Dat is mijn eerste waar film. Ja, ik was 8 jaar. Mm-hmm. En toen zei mijn vader van, kom, we gaan naar NAX. Er is daar auditie, want ze zijn op zoek naar een jongetje die zo en zo een rol moet spelen. En ik kwam net uit Nederland. En mijn vader had al een rol, maar hij was dus ook belast met de casting in Suriname. Mm-hmm. En ik kwam daar te zitten tegenover, ik dacht, een stuk of 12, 13 jonge mannen. En ik kwam er door. Ik had nooit gedacht dat ik er doorheen zou komen. Gewoon vanwege het feit dat men zocht naar een Sranamboy die op Komowijnen woont. Maar ik kom net uit Nederland met mijn Hollands accent. Snap je? Dus als je goed naar die film kijkt en luistert, dan zul je ook horen van, hoe dan? Maar dat komt door het accent dat ik toen nog had. Maar daar is het begonnen. En toen de planken en later kwamen natuurlijk de andere films. 1 en 1 is 3 en daaruit vloeide voort ook Holland aan het Paradijs, Tijdelijke Liefde. De film Suriname, daarin heb ik ook geacteerd. Shami heb ik ook gedaan. Ja, zijn een paar films. Oké. En als we praten over buitenlandse ervaring, want dat is echt een piek waarbij je zegt van als artiest van I made it als je abroad gaat. U heeft gezegd, u heeft dat wel gehad. Zou u de landen kunnen opnoemen waar u allemaal bent geweest?
Ik heb opgetreden in Nederland, mm-hmm. nagenoeg alle hoeken een beetje, dankzij stand-up hoor. Want daarvoor was het een beetje meer de grote steden. Mm-hmm. Ik heb opgetreden in België, ik heb opgetreden in Frans-Guyana, ik heb opgetreden in Guyana, ik heb opgetreden in Amerika, New York, Washington, Aruba, Curaçao. Ja, dat is het zo'n beetje. Dat zijn een beetje de landen waar ik, die ik heb gezien en waar ik heb opgetreden. Ja. Oké. Mm-hmm. Oké. En als we praten over iemand die bijvoorbeeld echt gewoon wil zeggen van nee, maar dit wil ik ook als job nemen. Hoe zou je zo een, want dit programma is eigenlijk om jou te motiveren. Ja, ja. Just be something in life. Ga niet achter je telefoon zitten. Ga niet op voor de winkel staan en ga met je vrienden praten. Doe iets. Ja. Hoe zou je iemand zo motiveren van... Probeer zoveel mogelijk te praten met mensen die het gedaan hebben. Ja. Pak hun ervaring. Mm-hmm. Weet je, want aan de andere kant zeg ik, je mag dromen. Mm-hmm. Maar je moet wel wakker worden om die dromen achterna te gaan. Dat zeg ik altijd, want je kunt blijven dromen, maar je bent niet wakker. Dus je moet wakker worden. Maar probeer zoveel mogelijk met anderen die daar zijn geweest, that have been there, om met hun van gedachten te wisselen van, hey, wat, hoe? Toch? Want je moet kunnen volhouden, want het is echt iets van volhouden. Echt, het gaat niet meteen. En misschien lukt het ook niet. Je moet ook daarop voorbereid zijn. Ja. Je wil hier komen, maar misschien kom je ook niet hier. Misschien is hier het plafond voor jou. Ja. Maar dan moet je daarmee ook tevreden kunnen zijn. Dus, maar blijf niet zitten. Pak aan, ga lezen, ga je erop toeleggen, ga studeren. Neem voorbeelden, neem ervaringen van anderen mee. Dat is het beste. En soms moet je het niet ver zoeken. Soms zijn die ervaringen net om je heen. Toch? Mensen die net om je heen. Het is niet altijd jouw branche, maar mensen die het gewoon, weet je, zijn doorgegaan in het leven. Die zijn ook voorbeeldfiguren. Niet omdat je een geweldige danseres wil worden, die het gemaakt heeft, moet je zo'n danseres zoeken. Nee, je kan ook een stand-upper zoeken die wel diezelfde weg en die klappen heeft gehad om de top te bereiken. Klopt. Ja. Oké, okay. Mm-hmm. Thank you. En hopelijk voor jullie, alsjeblieft, ga voor je dromen. Als we praten over acteurs, hebben we te maken met acteursrechten in Suriname. Mm-hmm. Wat is uw mening daarover? Acteurs in Suriname? Ja, hun rechten. Oh, rechten. Over artiesten. Oh, ja. Ja, dat is natuurlijk een hele... Ik moet... Het zijn pagina's, ja. Ja, 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 ja. Ik moet zeggen dat mijn eigen ervaring, hè. Ja. Wij zijn ook begonnen ergens 1 en 1 is 3, zonder dat we echt wisten van hoe zit het met rechten en hoe zit het niet met rechten. You don't know. Je begint en je vindt het leuk en iedereen lacht. En op een dagje moesten we naar Nederland en we komen in het vliegtuig en iedereen en we krijgen een super behandeling. Weet je, van first class bijna, terwijl we geen first class zijn. En terwijl we dan vliegen, dan verschijnt ineens 1 en 1 is 3. Zo leuk. Ja, leuk. Wij vonden het ook leuk, maar toen was het zo van, maar sinds wanneer gebeurt dit? En dat was geen afspraak die met ons was gemaakt van, jongens, jullie zijn niet alleen maar op de televisie, maar ook op de vluchten. En toen kwam het, want toen gingen we weer onderhandelen van, maar dat weten wij niet, we hebben... Mm. Ja, maar als je iets maakt en ik betaal je, ben je klaar, heb je geen rechten meer. Dus toen moesten wij gaan zitten en zeggen, oké, jongens, wat zijn onze rechten? Snap je? En dat wil ik mensen, jongeren, nu ook adviseren. Laat je van tevoren adviseren. Win informatie van tevoren in van, wat mag ik, wat kan ik en wat zijn mijn rechten? Wij wisten dat toen ook niet. En toen hebben we gezegd van, jongens, dan houdt het nu op. En 1 en 1 is 3 gaan we nu zelf uitbrengen. Toch? Zodat wij nog jaren daarna nog kunnen zeggen van, ai, dit is van ons. Zodra er nog een dvd'tje verkocht wordt, hebben we nog een gulden daaruit. Maar dat was in het begin niet zo, omdat we niet wisten wat en hoe. Maar het zijn lessons learned. Hoe zeg je dat ook alweer? Het is leermoment. Een leermoment, ja toch? Dus... hier op dit moment 1 en 1 is 3, er worden van alles en nog wat. Er moet maar iets gebeuren in de politiek en er worden stukjes van 1 en 1 is 3 genomen. Wij hebben zelf ook gebeld met eigen mensen die de dingen doen en we hebben gezegd doe maar. Maar plaats ons niet in het beledigen van mensen.
dan gaan we wel zeggen van jongens, dit willen we niet. Maar wij gaan niet erachteraan van het mag niet en het laten we het doen tot waar het mogelijk is. Ik zie ook iemand nu, ik heb het laatst nog gezegd met Oruyari, shirts met dat Nathé-lezing. Mm-hmm. Is een bekende uitspraak van mij. No problem. Maar zoals ik in elkaar zit, zou ik wel die acteur zeggen van hoi, ik ga dit doen en ik heb een shirt voor u. Ja. Gewoon. Klopt. Ik bedoel, laten we elkaar respecteren en waarderen van datgene dat we gedaan hebben. Maar gooi het niet op de markt alsof ik het nooit zou zien. Klopt. Doe your thing, maar geef de waardering waar die waardering hoort te zijn. Dus nogmaals, wat rechten en zo betreft, we moeten gaan bundelen. En als mensen niet willen bundelen, gaan we weinig bereiken. En we moeten gaan leren en nagaan wat de rechten zijn. Okay. We zijn nog ver. Wel waar. Okay. Ja. En als laatste zou ik willen vragen, heeft u een boodschap naar de jongeren toe? Ja, zeker. En ik koppel het meteen met je vorige vraag over die rechten. Ik heb ook heel veel geleerd daardoor, omdat ik een management heb. Ik zit bij een Nederlands bedrijf. Daar leer je dan ook veel meer. Jongeren die opkomen, ga ervoor. Laat je niet alleen inspireren door anderen, maar ga met ze praten. Hoe hebben ze het gedaan? En als het goed is, probeer ook om je heen een managementteam te bouwen. Mensen die je kunnen helpen, want alleen ga je het niet kunnen. Ja, en ik heb het gemerkt, zoals ik nu een team heb. Ik heb een road manager, ik heb een algemeen manager, ik heb een tour manager, ik heb een regisseur. Het zijn allemaal mensen die om je heen zijn, die jou kunnen helpen, zodat jij je alleen kan focussen op dat talent dat jij hebt. Want als jij jezelf moet gaan bezighouden met alle andere dingen, dan gaat dat teniet in datgene dat jij wil presenteren. That's it. Okay. Dank u wel voor die boodschap. Namens Trishul en In de Belichting, zeg het maar. Wil u een klein geschenkje geven en hopelijk u kunt genieten. Alsjeblieft. Dank u wel en het was een genoegen. Dank u. Yes. Wij zijn aan het eind gekomen van ons TV-programma Zeg het maar. Dit platform zijn voor jongeren om bekendheid te krijgen in de maatschappij. Voorbeeld een push te geven. De talentvollen, die hebben geen intro nodig, omdat zij hun naam al hebben gemaakt in de maatschappij met de weinige middelen die er toen was. Daarom verdienen zij ook een applausje om een voorbeeld te zijn voor de generatie van nu. Mijn naam is Shanita Bachmandin, jullie presentatrice geweest voor deze aflevering. En ik zie jullie tot de volgende keer.